Deryl Jammaat, kunnen jullie leven met het 0-0 gelijkspel tegen Twente? Nou ja, het is geen slecht resultaat, denk ik. Maar ik denk, als je de wedstrijd bekijkt, dat wij wel de beter waren vandaag. En ja, dat we liever de 3 punten hadden. Beetje revanche genomen voor toch die zeepert van vorige week. Want ja, met name in de eerste helft waren jullie, heren en meester, well, wil ik niet zeggen, maar wel de betere ploeg. Nou ja, ik vond ons de eerste helft zeker wel heren en meester. We hebben denk ik de eerste 60 minuten helemaal niks weggegeven. Daarna wordt het wel lastig, omdat hun, ja, er komt er meer ruimte en het was een zware wedstrijd. En, ja, ik denk dat we wel een stukje revanche hebben genomen vorige week. Jullie houden de nul. Is dat ook wel eens eindelijk weer eens lekker voor een verdediging? Als we naar de statistieken kijken, hebben jullie slechts nu 6 keer de nul in dit seizoen gehouden. Moet heerlijk zijn. Ja, dat is lekker. Zeker tegen Twente, dat het toch een goede voorhoede heeft en een goede ploeg is. Ja, ik denk dat wij, als je kijkt ook naar de tegendoelpunten die we krijgen, zijn er volgens mij 15 uit standaard situaties. Dus het gaat niet zozeer om speldoelpunten of doelpunten die in het spel betrokken zijn, maar meer spelervattingen. En, ja, dat, we hebben vandaag ook niet veel spelervattingen tegen, was wel weer bijna 1 keer raak. Maar ja, dat moet beter, die tegendoelpunten, zeker uit spelervattingen dus. En, het is wel lekker dat we nu de 0 houden dan. Ja, maar het gekke is, van de top 6 hebben jullie veruit de meeste tegendoelpunten, terwijl jullie ja, achterin gewoon 4 internationals hebben staan. Ja, nee, natuurlijk. Ja, wat ik zeg, dat moet beter. En, nogmaals, die spelervattingen, als je er daar 15 van tegen krijgt, is dat te veel. Als je dat eraf haalt, heb je 11 echt speldoelpunten. Dat valt denk ik wel mee. Geloof je nog altijd in de titel, ondanks dat de achterstand op PSV nu 5 punten wordt? Nou, ik heb dat nooit geroepen, de titel. Ik denk dat het niet realistisch is. Ik denk dat andere ploegen zich daar meer voor moeten melden. Ik denk dat wij moeten gewoon doorgaan hoe we bezig zijn. En, vorige week was een hele slechte wedstrijd van ons. En die hebben we vandaag een beetje goed kunnen maken. Jammer niet met 3 punten, maar oké, een punt is niet slecht tegen Twente.